Goedemorgen! Goeiedag! Welkom bij een nieuwe video. Leuk! Het is echt zo lang geleden dat wij even de laatste video hebben opgenomen. En we hebben een partij onzin opgenomen vroeger. Als je dat allemaal terugkijkt, denk je van, die twee die spoelen niet. Wij hebben een keer we hadden een idee van een serie, Tempa Talk. Oh ja. Hebben we één aflevering opgenomen. Ja. Was wel echt heel leuk. Ja, het was en heel leuk. We hebben ook volgens mij de Fuck Mary Kill gedaan. Ja, dat was helemaal in toen. En we hebben nog wel tal van dat soort onzin opgenomen. Maar dat lijkt levensjaren van ons verwijderd. Want zijn we volwassen en gegroeid. Nou hè. Hè? We zijn helemaal niet meer zoals toen. We zijn heel serieus geworden met z'n tweeën. Nou, deze video maken we eigenlijk naar aanleiding van het platform dat wij gisteren hebben gelanceerd. Namelijk ja. Mind Over Madness. En we dachten, we maken gewoon een video waarin we al jullie vragen daarover gaan beantwoorden. En een beetje gaan uitleggen wat het nou eigenlijk is. Dus als jij daarmee kan beginnen, dan ga ik even de was doen. De was doen. Nee, dan ga ik even vragen opzoeken. Mind Over Madness. Misschien denk je dan allemaal van, wat zijn die twee in godsnaam aan het doen? Wat is dit allemaal? Hoe is het begonnen? Wij stuurden allemaal video's naar elkaar. Eigenlijk al zo lang als dat we elkaar kennen van inspirerende mensen. Gewoon video's op YouTube waar je sprekers voor praten. TED Talks, podcast. Gewoon artikelen. Eigenlijk artikelen. Echt alles wat ons ook maar kan inspireren. Ja. En ik heb natuurlijk op mijn Instagram en zo, weet je, staat vooral bekend om scheidolligheid. En dat is één kant van mij, maar ik heb ook een andere kant. Mijn Instagram staat vooral bekend om onzinnige foto's met... op de grachten. Outfitjes. Met leuke kleertjes, want die krijgen de meeste likes. Dus toen dachten we bij onszelf, ja, maar we hebben ook een andere kant. En waar kunnen we die kant nou laten zien? Ja, ik vind het niet op mijn Instagram. Het is ook gewoon meer dat als wij hebben soms gesprekken en dan zeg ik ook echt tegen Kai van... Ik denk echt totaal niet dat mensen verwachten dat jij zo in het leven staat, of toch? Nee, als je naar je Instagram kijkt, dan denk je gewoon van... Ja, ik heb al mijn glazen wel ingegooid de afgelopen jaar op Instagram. Nou, vind ik niet, maar ik snap wel wat je bedoelt. Nee, oké, maar het zou vrij random zijn als we daar op Instagram ineens heel veel over gaan posten. Ik merkte wel met die coronatijd dat ik op een gegeven moment video's deelde in mijn stories van dingen die ik interessant vond, die... Een beetje een soort van positief gevoel gaven van sprekers en zo. En dat mensen zeiden, hey, tof, kan je dat niet vaker doen? En eigenlijk het idee van Mind Over Madness is ontstaan omdat wij een keer een artikel hadden gelezen over dat er een heel groot percentage is van jongeren tussen de 18 en 30 die kampen met een burn-out. Toen dachten we, hey, ja, dat komt ook door social media, omdat social media nogal oppervlakkig is. En mensen daar gewoon soms een beetje ongelukkig van worden. Ja, gewoon het geeft een beetje een vertekend beeld van de wereld en wij doen daar echt net zo hard aan mee. Ja. En wij zijn best wel veel bezig met zelfontwikkeling. Ja. Alleen ik had bijvoorbeeld, Kai ging in januari op retreat in Bali. Stilte retreat. Ja. En dat vond ik heel interessant, maar ik had al heel snel zoiets van, ik wil dat best wel doen, maar ik weet echt niet waar ik dan moet beginnen en ik zou het misschien ook niet durven of... Bepaalde überhaupt ademhalingsmeditaties en zo. Ja, ik ga niet zo snel naar een klasje om dat te doen. Maar eigenlijk wilden wij een beetje die drempel verlagen voor ook vooral jongeren om dat wel te doen. Want hoe vroeger je erbij bent met zelfontwikkeling is letterlijk niks mis. Het is alleen maar goed. Ja, en het is toch leuk dat als je heel de dag, iedereen zit tegenwoordig op zijn telefoontje of op zijn laptop, dat als je dan online bezig bent, kijk, Instagram blijft leuk en TikTok, het is allemaal leuk en lekker, vooral als je op de pot zit te schijten om gewoon even te scrollen. Maar het is ook leuk als je online wat meer dingen kunt vinden die je misschien inspireren en motiveren. Althans, dat vonden wij al leuk en toen dachten we, hey, misschien vinden mensen die ons volgen het ook wel leuk. Klopt, en van die accounts die dat zo, je hebt natuurlijk echt talloze accounts die dat posten al, maar dat moet je echt... Volgen, wil je daar een soort van geïnteresseerd zijn? Ik heb geen zin om alleen maar accounts te volgen die de hele dag soort van meditaties in je neus proppen. Nee, je wil eigenlijk gewoon een plek hebben waarvan je denkt, oké, ik kan nu even ontsnappen uit de chaos. Ja. En dan kom ik op een platform terecht en hier kan ik webinars volgen van interessante sprekers. En toen is dat idee een beetje ontstaan. En toen wilden we eigenlijk een seminar organiseren, dus gewoon live in een grote zaal, de avonds live of ergens anders. Toen brak de pleuris uit, of de corona brak uit. En toen viel dat plan in duigen. Toen dachten we, ja maar, hey, als nou toch alles online is en mensen toch zoveel mogelijk thuis blijven en misschien in de toekomst vergaderingen minder vanzelfsprekend zijn, omdat je ook denkt, ja, ik hoef niet in de auto te stappen, ik hoef wat minder te vliegen, et cetera, et cetera. Het kan allemaal gewoon online, al die Zoom calls en zo, ik vind het echt een uitkomst. Ja. Je kunt gewoon in een soort van, normaal gesproken zou je één meeting in de ochtend kunnen doen, dan kun je er drie doen. Ja. Het is gewoon allemaal veel efficiënter en online denk ik gewoon gelijk een...
een betere optie. Ja, en ook als je gewoon naar een seminar toe gaat, ja, dan moet je die hele dag vrijnemen. Je hebt benzinekosten, want je moet die kant op rijden. Het is best wel een onderneming. En nu kun je gewoon thuis in je tanga slip of in je oude onderbroek met gaten op de bank gaan zitten. Ja. Met een wortel of een bak chips. Ja. Ligt er maar aan waar je trek in hebt. En dan kan je gewoon die webinars bijwonen. Ja. Dus dat vonden wij tof. En het is best wel lastig om nou te omschrijven van, oké, wat is Mind Over Madness dan? Want volgens mij hebben we niet per se één onderwerp waar we het constant over gaan hebben. Maar we willen gewoon allerlei sprekers uitnodigen die inspireren en die gewoon je wat bijbrengen. Klopt, het is denk ik voornamelijk voor ons een plek waarin wij sprekers uitnodigen die wij heel interessant vinden. En die naar ons idee meedragen aan onze zelfontwikkeling. En wat dus ook voor denk ik veel van onze volgers of kijkers bij kan dragen. Ja. En dat kan echt letterlijk van alles zijn. We hebben nu bijvoorbeeld de bedoeling is dat we iedere maand sowieso een webinar gaan organiseren. Als je het leuk vindt hoor. Als je het leuk vindt. Het hoeft niet. Het hoeft niet. dat is de bedoeling. En we hebben nu al 3 hele interessante sprekers. Ik zal iets meer info over die sprekers individueel in de beschrijving zetten. Maar het kan echt van alles zijn. Bijvoorbeeld, wij vinden het ook heel interessant om artikelen te lezen over mensen die een bedrijf hebben opgestart. Daar heel erg succesvol in zijn geworden. Dat hebben verkocht. Of weet je, die gewoon een nieuwe business hebben gestart. En waar wij door geïnspireerd raken voor ons werk. Dus het zou ook bijvoorbeeld een webinar kunnen zijn met zakelijk hele sterke of inspirerende mensen. Maar ja, het kan ook meditatie zijn, het kunnen oefeningen zijn, het kan beweging, voeding. Het kan echt letterlijk alles zijn wat wij maar interessant vinden. Ja, zeker. Dus niet, je kan er niet echt één label op plakken. Ik denk dat het gewoon het moet inspireren en het moet helpen bijdragen aan je zelfontwikkeling. En ik heb een hele tijd geleden ben ik zelf ook begonnen met een mental coach, omdat ik dat gewoon interessant vind om mijn eigen leven even plat te slaan op de tafel en dan met zo'n, in mijn geval een man, te kijken naar wat kan ik doen om mijn chaotische bestaan een soort van gestroomlijnd kaders te brengen. Ja, dus een soort van balans tussen dus het hectische bestaan en alle prikkels die we deze dagen hebben en een soort balans daarin krijgen. En zo is het ontstaan. En toen sprak ik met mijn mental coach en die zei ja, het leven blijft eigenlijk gewoon een proces van zelfontwikkeling. Je bent eigenlijk nooit uitontwikkeld en dat maakt het ook leuk. Want dat prikkelt me enorm als ik dan weer nieuwe dingen hoor en denk, ah tof, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Dat kan dus bijvoorbeeld simpele dingen zijn als ademhalen, meditatie. Maar het kan ook zijn dat er een dokter een bepaalde visie heeft waar ik nog nooit van heb gehoord. En dat ik denk, hey, zo interessant. Ja, en je kunt dus voor al die webinars kun je kaartjes kopen los. Maar je kunt ook een pakket voor de allereerste 3 die er nu al gepland staan in 1 keer te kopen. En er staan er dus al 3 gepland en er staan tijden op de website. Ik zal de website ook natuurlijk in de beschrijving zetten. En daar wordt alles wel vrij duidelijk van de eerste 3 webinars in ieder geval. Maar we staan natuurlijk ook open voor andere sprekers in de toekomst. En zijn benieuwd wat jullie dan leuk zouden vinden om te zien. Zeker. Die webinars zijn eigenlijk een soort livestreams waar je dus gewoon aan kunt deelnemen. Mocht je op dat moment zelf niet kunnen of er komt iets tussen en je hebt een kaartje gekocht, kun je het een week na de webinar kun je hem nog terugkijken. Dus dan kun je eigenlijk gewoon de hele week zelf een moment uitkiezen waarop jij denkt, nu heb ik er even de tijd voor. Ja, het is natuurlijk wel, kijk, het hoeft dus niet live, maar het is wel leuk, want wij hosten de webinars. Wij zijn echt op dat moment met onze spreker in 1 ruimte en wij ondergaan die webinar zeg maar als een seminar. Ja, dus wij zitten daar ook, wij stellen ook gewoon vragen vanuit onszelf. Dus ja, het is leuk om daar live bij te zijn. Je kan aantekening maken, maar weet je, als je op die dag toevallig niet kan, omdat je gewoon met je Tinder date lekker een stukje gaat varen over de Vinkeveense plassen bijvoorbeeld, dan kan dat ook. En dan kijk je hem gewoon later. Ja. Dus dat weet je wel, laat je vooral gewoon inspireren door die mensen. Misschien zit er een keer een webinar tussen waarvan je denkt, vind ik minder. Weet je wel, dan kom je gewoon de maand erop lekker terug. Ja. En misschien vinden ze allemaal leuk. We gaan gewoon proberen een soort van zo divers mogelijke groepen uit te nodigen. Zodat we dadelijk van alles wat hebben gehad. En het een staat misschien verder van je bed dan het ander. Maar dat is ook leuk toch? Ja, en we proberen het ook wel echt zo laagdrempelig mogelijk te maken. Bijvoorbeeld, nou ja, Kai is niet ontzettend spiritueel, maar wel misschien iets meer dan ik. Dan dat ik dat ben, toch? Nou, jij bent misschien altijd, ik ben er misschien iets langer mee bezig. Jij bent er iets langer en actiever mee bezig dan ik. Ik vind het altijd gewoon heel interessant en ik wil graag Kai's ervaringen horen. Maar ik weet zelf absoluut niet waar ik moet beginnen. Tuurlijk, ik heb een keer een yogaklasje gedaan. Ik heb een keer een meditatie. Maar gewoon allemaal heel erg op beginnersniveau. En
Dat wordt dit ook wel echt. Het moet echt voor iedereen behapbaar zijn. Je gaat er echt niet naar zitten kijken en denken, waar hebben zij het over? Nee, en laat je vooral ook niet afschrikken door het woordje spiritueel. Want ja, weet je, dat is ook maar een verzamelnaam voor heel veel dingen. Het is niet dat we met stokken wierook in onze oren je proberen uit te roken thuis. Of dat we verwachten. Salie door je bilscherm poppen. Nee, weet je, het is gewoon van alles wat. En ja, zowel die spirituele als wetenschappelijke benadering van het leven is gewoon tof, denk ik. Ja, denk ik ook. Nou, het idee was eigenlijk om een Q&A te doen, maar ik heb het idee dat wij nu in de afgelopen 10 minuten... Zit wel 10 minuten te horen, zo, moet je nagaan. Ja, die webinars gaan trouwens ongeveer een uur tot anderhalf duren. Dus het is zeg maar niet dat je daar de hele dag voor uit hoeft te trekken. En we willen ook wel dat je je aandacht erbij kunt houden, want wij hebben allebei ook echt een spanningsboog van een kanaal. Dus het is wel echt de bedoeling dat je er echt goed je aandacht bij kunt houden. En het is niet alleen maar een uur achter elkaar lullen. Er zit ook opdrachten bij die je thuis dus mee kunt doen met ons. Ja, precies. We hebben bijvoorbeeld een webinar van Mr. Brad en die gaat door middel van ademhaling ons ontzettend veel leren en hij beoefent ook de Wim Hof methode met het ijsbad en wij gaan bijvoorbeeld ook in een ijsbad. Tijdens die webinar. Dus je kan ons ook nog gaan uitlachen thuis. Dat mag. Dan ben je gewoon helemaal, weet je, dat hoort helemaal bij de package. En de bedoeling is bijvoorbeeld ook met die opdrachten die we dan doen, dat je dus thuis gewoon wel meedoet. En dat we dus met z'n allen een soort van, ondanks dat we niet live bij elkaar zijn, een soort van het gevoel hebben dat we dat met z'n allen aan het doen zijn. En ik hoop gewoon, kijk, het is ook leuk, want die sprekers die langskomen, ja, weet je, voor hetzelfde geld wil je daar nog iets meer van weten. En dan kan je die mensen allemaal leren kennen en op een later tijdstip misschien nog eens zelf contact opnemen met zo'n coach of iemand die je inspirerend vindt. Dus ja, weet je, misschien na een jaar heb je gewoon wel een hele lijst aan nieuwe mensen die je tof vindt en waar je wat aan hebt. Ja, want je kunt die mensen natuurlijk gewoon sowieso volgen op social media, maar als jij denkt van, goh, ik heb echt iets aan die tweede of derde of eerste spreker gehad van jullie, dan kun je juist echt verdiepen in een soort van dat onderwerp. Want die mensen zelf doen vaak ook iets coaching met coaching of iets in die trant. Ja. Dus dat is wel handig. Nou, gaan wij nog even wat vraagjes beantwoorden anders? Want anders hebben we het helemaal voor niks gepost. Ik heb een vraag met, betaal je eenmalig of is het een abonnementvorm? Het is eenmalig. Per webinar kun je dus een kaartje kopen. Maar er zijn dus combi deals. En dat is er nu bijvoorbeeld, staat er eentje beschikbaar voor de eerste 3 in 1. En dan bespaar je iets. Maar je kunt... Bespaart het je gewoon keiharde munten? Ja, dat zou je kunnen besparen. Maar als je denkt, alle 3 is niet per se aan mij besteed, kun je ze ook gewoon los kopen. Ja. Wat is jullie langetermijnvisie voor Mind Over Madness? Ik vind het eigenlijk best wel spannend wat we gaan doen, omdat het best wel ver van ons afstaat, althans niet zo ver van ons afstaat, maar dat de mensen die ons misschien volgen denken van ja, dit is echt wel iets wat ik niet had verwacht. Je volgt ons niet voor dit, zeg maar. Nee, nog niet misschien, maar dus ik ben wel benieuwd hoe het ontvangen wordt en ik hoop gewoon dat mensen het leuk vinden en dat er behoefte aan is en als dat uiteindelijk een succes blijkt te zijn, ja, dan zou ik naar 2 webinars per maand willen of misschien wel evenementen echt weer organiseren straks. Of misschien zelf wel cursussen gaan ontwikkelen met behulp van die sprekers. Het zou ook een beetje afhankelijk zijn van hoe populair en hoe wordt het ontvangen. Klopt, en ik weet niet, ik denk dat het wel echt ook is ontstaan omdat we wel hebben gezien dat mentale gezondheid ook een maatschappelijk probleem wordt op den duur. Weet je wel, al die burn-outs en stress en iedereen die met zichzelf in de knoop zit. En het lijkt mij gewoon al mooi om een soort van brug te kunnen slaan, vooral voor jongeren. Maar ja, als je 40 bent of 80, dan mag je natuurlijk ook zeker meedoen aan de webinar. 80, juist. Je bent nooit uitgeleerd, maar het lijkt mij gewoon heel mooi om een bepaalde brug te kunnen slaan tussen jongeren en mentaal welzijn. Want het klinkt gewoon niet heel sexy, maar het is wel echt heel belangrijk. Absoluut, ja, zeker. Ja, het is gewoon even een plek weg van de chaos van alles wat je normaal gesproken op social media ziet. En gewoon even dat je denkt, oh ja, zo, hier heb ik ook daadwerkelijk echt wat van opgestoken. Ja. In plaats van een scheidlolle filmpje van Kai waar die weer 4 stemmetjes opzet. Of een foto van Monica met laarzen tot aan de oksels op een boot. Worden jullie al gek van elkaar, is ook een vraag. Ja, dit is voor mij het laatste wat ik met je opneem. Dus voortaan bij de webinars is maar 1 van ons geweest. Nee, dat is grappig. Nee, we gaan het lekker samen doen. Ja. Nee, ja, ik ben wel gewend met Mo inmiddels, dus. Voor welke leeftijd is Mind Over Madness? Ja. Echt alle leeftijden. Wat mij betreft alle leeftijden, ja. Zeker. Ik bedoel, ja, als jij daar op je 16 al interesse in hebt,
ben je meer dan welkom. Ja. En ook qua naar boven toe, ook ja, 50, 60, joh, er zitten zat sprekers tussen. Kijk bijvoorbeeld Mr. Breath, Rob Koning. Die heeft niet alleen maar, die heeft ook gewoon cliënten van die leeftijd. Ja, die zeker. Uit alle leeftijdsgroepen, dus ja. Er zit geen limiet op. En ook qua sprekers, we vinden het echt super vet als iemand van 18 komt vertellen over zijn start-up die door het dak is gegaan. Ja. We vinden het ook super vet als een of andere gozer uit de bergen van 80 komt vertellen over hoe hij mediteert. Ja. Vind ik ook top. Ja. Dus dat kan ook echt van alles zijn, super uiteenlopend. Zekers! Mediteren jullie? En wat levert dat jullie op? Lukt het om gedachten uit te zetten? Nou, dat hebben we laatst samen een oefening gedaan. Nee, dat was die ademhalingsoefening. Ja, klopt. Maar daar moet je toch ook wel je gedachten echt uitzetten? Ja, maar dan ben je zo gefocust op dat ademen, ja, dat je daar een soort van over nadenkt. Maar jij vertelde mijn verhaal dat je laatst aan het mediteren was. Ja, je moet even die podcast bekijken van ons, van mij, met Monica. Het laatste stukje gaat het daarover. Al voor de mensen, ik heb heel veel vragen gehad over dat boek van Joe Dispenza. Het is Becoming Supernatural, is de titel van het boek. Voor de mensen is die op bol.com of zo? Ja, volgens mij kan ik hem overal bestellen. Dan zal ik daar ook even een linkje van in de beschrijving zetten. Ja, dus ik volg die meditaties van hem. Ja. En die werken voor mij wel goed. Dus probeer het minimaal 3 keer per week te doen. Oké. Okay. En hoe lukt het jou dan om je gedachten uit te zetten? Want mij lijkt als ik jou zie en spreek, dat jij niet beter je gedachten uit gaat kunnen zetten. Wat bedoel je? Nou, hij focust zich op die energiepunten in je lichaam. Dus sommige mensen noemen het chakra's, hij noemt het energy points, centers, energy centers. En als je daar dus op focust, dan is je focus daar en niet op je gedachten. Dus dat helpt wel een beetje. Okay. Maar daar heb je verschillende technieken voor. Je moet gewoon een beetje voor jezelf opzoeken wat werkt. Ja, nee, serieus. Ik heb een hele leuke vraag. Wat dan? Waarom heeft Kai altijd hetzelfde aan? Hetzelfde aan? Dat is echt niet waar. Ik heb nooit hetzelfde aan. Ja, dezelfde onderbroek, maar dat kan je niet zien. En dezelfde navelpiercing, die heb ik al 30 jaar. Is het ook mogelijk om de sprekers vragen te stellen? Zeker. Je kunt gewoon, als je in de livestream meedoet, kun je gewoon mee chatten eigenlijk. Ja. Mocht je er dus niet op dat moment zelf bij zijn, dan kun je de sprekers natuurlijk altijd gewoon een berichtje sturen via Instagram. Met jouw vraag. Instagram. Wordt het op een betaalde server uitgezonden? Ja. Ja. Ja, toch? Nou ja, je betaalt voor de webinar, ja. 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 En wij betalen voor de server. Ja, dus, ja. Wij betalen voor de server en de registratie en de sprekers. Zo dokken we allemaal wat. Ja, hier ook nog een vraag over betalen. Waarom betalen podcasts zijn over het algemeen ook gratis en is het vergelijkbaar? Nou, dat is niet echt. We bundelen hier echt de dingen die wij heel interessant vinden. En dat zijn eigenlijk voornamelijk ook sprekers dat als je daar zelf een webinar van bij wilt wonen, dat je daar ook gewoon voor betaalt. En wij hebben er echt heel veel aan gedaan om de prijs ontzettend scherp te maken. In Nederland is dat een beetje vies om over geld te praten, maar ja, in die end, ik bedoel, een webinar, als je normaal gesproken een webinar van een van deze sprekers zou bijwonen via een eigen kanaal of iets, ja, dan betaal je daar ook voor en ook wel echt een stuk meer. En ja, het is gewoon net als een seminar, daar betaal je ook voor, daar ga je dan naartoe, alleen dit is dan nu online. En je krijgt gewoon een les, je krijgt een les van een uur van iemand. Ja. En, kunt ook niet naar de yogaschool gaan en daar... Nee, dus ja, dat is het eerlijke antwoord erop. En ik denk dat je ja, ondanks dat nog steeds wel goedkoop uit bent. Maar nou, dat weet ik wel zeker. Je hebt toch ook van die seminars van die... hoe heet die dude nou? Die Tony Robbins. Ja, dat is wel het andere uiterste natuurlijk. Nee, zeker, dat is zeker een ander uiterste. Maar om maar even aan te geven, daar betaal je gewoon €10.000 voor een kaartje. Ja. Nee, oké. Okay. Echt gestoord hoor, maar... Nee, maar ik wilde ook nog even toevoegen. Kijk, het is natuurlijk... Als je het interessant vindt, ja, dan denk ik ook dat je dat €9,99 waard vindt. Klopt. Toch? Ja, als het niet in je interessegebied zit, ja, dan... Wij zijn niet de mensen om jou over de streep te trekken voor, om aan jezelf te gaan werken. Totaal niet. Dat moet echt wel vanuit jezelf komen. Nee, dus je moet het gewoon leuk vinden en je moet daar dan ja, iets voor over hebben. En ja. Als dat niet zo is, ook prima. Dan snap ik het ook. En dan doe je het niet. Dus ja, ik denk dat de mensen die overblijven, gewoon mensen zijn die denken van ja, ik vind dit echt zo leuk. Ik wil hier wel iets voor betalen. Ja precies. Nou, ik denk dat wij zo wel een beetje de meest... Ja, we zitten op 20 minuten. Ja, als ik je gewoon lekker vragen stel in de comments, die ga jij dan allemaal persoonlijk beantwoorden. Dus nee joh, maar ik zou het leuk vinden of mensen wel laten weten wat ze ervan vinden eigenlijk. Ja.
Het is natuurlijk gewoon best wel, ja, ik weet niet, het is gewoon iets nieuws en spannends voor Klopt, ons. Ik vind het heel erg leuk, ik kan niet wachten. En alle resterende informatie over de sprekers, de website en dus dat boek waar jij het over had, zet ik allemaal even in de beschrijving. Hartstikke bedankt voor het kijken in ieder geval. Ja, hartstikke bedankt voor de tijd en moeite. Ik vond het alweer leuk om een videootje met je op te nemen. Gaaf, hè? Ja, ik heb zin in die webinars, man. Ik ook. Ik heb er ook oprecht echt veel zin in. En ja, mooi. We hopen jullie te zien. 6 juli, zeg ik dat goed? Ik ben ontzettend slecht met data. Zak ik nou door het ijs? Ik weet niet of je... Zeg jij het eens even. We gaan naar het ijsbad. Wat gaan we doen? Zak ik nou door het ijsbad? 21 juni is de allereerste webinar, dat is dus volgende week al. Oh, 21 juni, ja. En dan 6 juli hebben we er ook eentje. En dan 6 juli hebben we er ook eentje. Dat is al best wel snel. Nee, 6 juli is een maandag. 4 juni. 4 juli. 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 Nou, kijk maar op de website. Dat is dus alweer 2 weken daarna, dus best wel snel. Ja. En dan die daarna, die is in augustus. Oh nee, die is... Ja, 1 augustus. Okay. Dus we hebben de eerste 2 best wel dicht bij elkaar. En de volgende is op 1 augustus. En nou, de eerste is dus al volgende week. Dus wees snel bij. En trouwens, het is niet iets wat kan uitverkopen. Dus we gaan niet soort van, haal snel je kaartje, want anders is het uitverkocht. Het kan in principe eindeloos. Dus wij weten hoeveel mensen er deel gaan nemen. Dan passen wij daar de data op aan voor die webinar. Dus ja, en nogmaals, joh, weet je, wij zouden het super tof uiteraard vinden als je kijkt. Maar weet je, up to you. Kijk gewoon of je het interessant vindt. Ik kan me voorstellen dat het een wel bij past, het ander niet. Neem gewoon een kijkje, wellicht dat je het tof vindt. En laat ons vooral weten wat wel en wat niet. Ja. Toch? Ja, precies. En weet je, al zie je nu de eerste 3 en denk je, oeh, niet helemaal mijn ding. Hou het vooral in de gaten, want ja, het gaat zeker. Het kan bijna niet dat er niet in het komende jaar geen webinars komen die... die wel een keer in je interesse vallen. Precies. Maar we zouden je graag bij onze Mind of Madness community verwelkomen. Zeker. Hey, doei doei. Doei.